Gordon ondergaat een pijnlijke realitycheck. Nu blijkt dat de meerderheid van de kijkers van SBS-6, het tv-station waar hij zelf werkzaam is, de kant kiest van Helene Hendricks in hun sluimerende showbiz In plaats van steun voor Gordon, lijkt het publiek vooral sympathie te hebben voor Hendricks in deze controverse. De reacties op de Facebookpagina van Show News, het programma dat het conflict belicht, tonen duidelijk waar de voorkeur van de kijkers ligt. Gorde bekend om zijn heftige reacties op kritiek, staat in het middelpunt van deze mediastorm. In tegenstelling tot andere bekende Nederlanders die vaak een koelere benadering kiezen bij kritiek, reageert Gordon met een overdaad aan emotie en dramatiek, wat de situatie alleen maar vergroot. De redactie van Show News heeft het conflict tussen Gordon en Hendricks opnieuw onder de aandacht gebracht met de titel Gordon woest op Helene Hendricks, PSTGEDRAG. -E op de Facebookpagina van Show News reageert het publiek massaal. De meeste reacties zijn kritisch richting woorden. Marcel, bijvoorbeeld, vindt dat Gordon niet opgemerkt moet worden en zegt: Gordon is altijd woest op iedereen die iets van hem vindt. Gewoon geen aandacht aan schenken. Janni, die duidelijk fel is in haar mening, schrijft: Waar is zijn speen? Duw die is een smoel, is hij voorlopig fortissimo rustig, een opmerking die maar liefst 48 likes heeft verzameld. Faisa maakt cynisch een opmerking, oog, en hij doet dat nooit natuurlijk. Maar als het bij hem gebeurt is het wel erg. Lisbeth noemt Gordon een zielig mannetje en Danny vindt de reacties van Gordon vooral onvolwassen. Oh, oh, wees een kerel zeg. Glimlachend gezicht met open mond Cory sluit zich hierbij aan met een beoordeling van Gordon als slappeling. Ook Lona uit haar frustratie, Gordon duwt zelf mensen door het putje en gaat er uitgebreid en smakelijk om zitten lachen. Ga toch weg man. Lekker in je koffieshop blijven en gooi je telefoon weg. Hoewel er enkele kritische reacties richting Helene en Shonew zelf zijn, zoals Ineke's opmerking dat Helene zich als een diva gedraagt en haar gedrag niet bij haar vak zou passen, is de algemene consensus duidelijk. De meeste reacties zijn tegen Gorde, met Klasina die opmerkt: "Jeetje Gorde, doe niet zo kinderachtig. Jij zegt ook van alles over een ander en dat mag wel. In en in triest mannetje ben je geworden gezicht met angstschreeuw." Deze situatie onderstreept hoe Cordes dramatische reacties niet goed vallen bij het publiek, dat in toenemende mate zijn standpunten en gedrag bekritiseert.